Super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb weer een make-up look video voor jullie. En dit keer heb ik alleen maar producten van Essence gebruikt. Zoals je kan zien heb ik de look nu op. En deze look heb ik dus gemaakt met alleen maar producten van Essence. Ik heb laatst ook een keer een make-up look video opgenomen met alleen maar producten van Catrice. Dus ik dacht, goh, ik vind het wel weer leuk om dit ook een keer met Essence te doen. Ik zal alle producten die ik gebruik even in de beschrijving zetten. Ik ga ze ook laten zien hoor, maar het kan een beetje snel gaan. Dus mocht je het nog even rustig willen nalezen, dan staan ze in de beschrijving. Mocht je benieuwd zijn hoe ik deze make-up look heb gemaakt, zou ik zeker zeggen, kijk even gezellig mee na deze video. Ik ga overigens geen kwasten van Essence gebruiken. Ik ga mijn eigen kwasten gebruiken. En ik heb wel voor producten gekozen die in het kwastenassortiment zitten. En ik weet niet of deze producten er ook nog steeds in zitten. Of dat ze inmiddels al verdwenen zijn. Omdat Essence natuurlijk een heel wisselend assortiment heeft, vind ik het altijd een beetje lastig. Maar ik heb nu voor de wat recentere producten gekozen die er nog niet zo lang zijn. Ik weet ook niet of ik dit al een keer in de video heb gebruikt. Maar goed. Ik ga beginnen met de Fresh and Fit Awake Primer. Dat is deze primer. Deze heeft ook een Hulti Glow. Ik breng dat zoals altijd aan met een kwast. En ja, ik vind het toch wel fijn om een primer te gebruiken. Je zou denken met het weer, goh, waar heb je in? Maar ja, dan blijft het toch allemaal wat beter op zijn plek. Ik heb een beetje veel genomen. Ging niet expres, maar hij heeft een beetje een kleurtje op de kwast. Alleen dat zie je op je gezicht absoluut niet. Op mijn oogleden doe ik dit overigens niet, want mijn oogleden zijn best wel gevoelig. Dus daar ga ik nu geen primer aan brengen. Ik heb echt het idee alsof ik heel erg glim. Maar goed, hij ruikt overigens ook super lekker. Dan ga ik door met foundation. En hiervan gebruik ik ook de Fresh and Fit Awake Makeup. In kleur 10. Fresh Ivory. Dat is deze. Is ook een hele mooie kleur die heel goed bij mijn gezicht past. Ik doe gewoon ongeveer 2 wat kleinere pompjes op mijn kwast. En zo breng ik het aan. En straks blend ik het natuurlijk in. Ik hoop niet dat jullie last hebben van het achtergrondgeluid, maar nu ik deze video aan het opnemen ben, is het super warm. Het is overal warm natuurlijk, maar ik kan nu echt niet zonder ventilator, dus die heb ik echt nodig. Die ga ik even inblenden met een andere kwast. Zoals ik al wel vaker heb gezegd, hou ik er persoonlijk niet van om met mijn vingers te werken, dus ik gebruik altijd overal kwasten voor. Deze kleur die past echt perfect bij mijn gezicht. Vind ik echt heel erg fijn. Zo. En die. En dan smeer ik gewoon goed in. Heel veel gebruiken ook hiervoor gewoon een spons. Maar ik doe dit toch altijd liever met een kwast. Ik weet niet. Ik vind het op een of andere manier toch prettiger. Dat is die. Dan ga ik eventjes concealer aanbrengen. En hiervoor gebruik ik de Camouflage Full Coverage Concealer. In de kleur 10-0. Dat is deze concealer. Moet ik hem even op zijn kop houden. En deze breng ik gewoon eigenlijk altijd standaard aan onder mijn ogen. Het is ook een hele lichte kleur. Dus die past ook weer perfect. Oh, dat dacht ik. Volgens mij is die iets donkerder als de foundation. Ik doe hem ook altijd even op mijn neus. Ik heb altijd zo'n rood streepje op mijn neus. Ja, een beetje pakken nog voor een paar oneffenheden die ik heb. Een paar bultjes en zo. Stip mijn neus nog even iets dikker aan. Zo. En dat ga ik dan ook weer inblenden met diezelfde kwast waar ik net mijn foundation mee heb ingeblend. Het inblenden valt het eigenlijk wel mee, de kleur, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, dit kan eigenlijk wel. Zo, dan zit dat erop. Dan ga ik gelijk door naar poeder. En ik ga hiervoor de Brighten Up Peach Powder gebruiken. Dat is deze poeder. Heeft de naam Tea Peach Me Up. Het is een poeder met een oranje toon, zoals je kan zien. Alleen op je gezicht zie je dit niet terug, althans bij mij niet.
Dat vind ik wel fijn. Je kunt hier ook prima mee baken. Ik doe dit overigens nooit. Ik ben niet zo'n baketypje. Maar het zou wel kunnen. Maar dit is niet iets wat ik heel graag doe. Kost ook wat meer tijd. En ja, weet je, ik vind het gewoon zo eigenlijk wel een dikke prima om gewoon af te poederen. En ja. Ben ik altijd wel weer tevreden. Dan ga ik bronzer aanbrengen. En ik gebruik die voor de Sun Club Matte Bronzing Powder. Dat is een hele grote bronzer. Ik heb hem in de kleur 01 Naturel. En deze ruikt zo lekker. Hij heeft een soort... Hoe kan ik deze smaak het beste... Smaakt nog wel. Goh, geur het beste omschrijven. Kokosnoot. Ik weet niet, een soort bounty-achtig of zo lijkt het. Ik kan het niet zo helemaal heel goed omschrijven. De geur komt me heel bekend voor. En nu ik het moet zeggen, weet ik het gewoon letterlijk niet. Hoe stom. Nou ja, ik gebruik altijd bronzer op mijn wangen. Gewoon om wat meer diepte te creëren. Ik gebruik altijd een beste laag, moet ik zeggen. Je ziet bij mij ook altijd echt, als je niet uitblendt, zou het er heel raar uitzien. Deze is niet heel erg donker, dus ik kan hier best wel een wat groter laagje van gebruiken. Ik smeer hem ook op mijn voorhoofd. Gewoon even bij de haar aanzet. En als laatste doe ik hem ook even onder mijn kin. Gewoon voor de diepte die we daar willen hebben. En dan blend ik hem altijd eventjes nog in. Dan moet ik even kijken of die kwast hierbij zit. Nee, natuurlijk niet. Dan ga ik hem even inblenden met deze kwast. Ook prima. Zo zie je de eerste lijn niet meer, maar je ziet wel dat ik bronzer heb gebruikt. Zo. Dan ga ik blush aanbrengen. Ik ga de Metal Bronze Blush gebruiken, dat is deze. Ik heb hem in de kleur 30, de Beauty and Bronze. Het is een wat donkerder kleurtje, maar ik vind hem wel heel erg mooi. En die breng ik altijd net een beetje boven de bronzer, aangebrachte bronzer aan. Eigenlijk een beetje dat hij een beetje combineert. Ook deze zou ik eigenlijk gewoon nog een beetje uit moeten blenden. Dus doe ik echt maar één laagje, want hij is best heftig. Ligt er wel aan hoe je dipt. Kijk, bij deze kant is hij iets minder heftig dan bij de andere kant. Maar nu kan ik hem wel eventjes blenden. En dan vind ik hem op zich eigenlijk best wel mooi. Ga ik highlighter gebruiken. Hiervoor ga ik de Prismatic Rainbow Glow highlighter gebruiken. Dat is die highlighter met al die kleurtjes. Deze heet de naam Teen Be a Unicorn. En ik ga deze gewoon even door alle kleurtjes heen dippen. Kwastje zit vast. Dus echt gewoon letterlijk een beetje van boven naar beneden. Zodat ik van alle kleurtjes wat. Zodat je het resultaat een beetje kunt zien. Heel glowy vind ik hem niet. Moet ik heel eerlijk zeggen. Ik heb wel eens een highlighter gehad die meer glans geeft. Maar je ziet hem op zich wel. Je ziet eigenlijk die blauwkleuren, die blauw en dat rode niet echt terug. Omdat het toch wel één gehele glans wordt. Uiteindelijk. En dat vind ik wel mooi. Kijk, zie ik iets van de blauwe ondertoon, vind ik dat ook helemaal geen probleem. Maar ik vind dit eigenlijk zo best wel mooi. Ook op mijn neus gaat hij. En een klein beetje op mijn cupidoboogje. Dan moet ik altijd heel voorzichtig zijn.
En dan zit in ieder geval alle poeder op mijn gezicht, zit er dan in ieder geval alweer op. Ik heb jullie een beetje ingezoomd, want ik ga mijn wenkbrauwen doen. En ik ga hiervoor de Make Me Brow Duo Eyebrow Powder gebruiken. Dat is deze. Ik heb deze in de kleur 02 Mix It Brunette. Dan vraag je je af, waarom kies je voor een brunette versie? Je bent geen brunette. Nee, dat klopt. Ondertussen zoek ik even mijn kwastje. Dit komt omdat mijn wenkbrauwen gewoon iets donkerder zijn. Ik ga overigens ook voor de donkere kleur. Denk je misschien, goh, heel gewaagd, maar dat valt echt reuze mee. Het is gewoon meer dat ik de plekjes een beetje opvul, zeg maar, en wat vorm geef. Ik heb best wel brede wenkbrauwen, vind ik zelf. Dus ik gebruik nooit super veel poeder hoor. Gewoon echt dat er een beetje kleur aan zit. Dat je wat minder witte plekjes ziet. En dat is het dan ook. En dan ga ik ze ook gelijk even doorkammen. Met mijn spoelie. Spoelie doet eigenlijk een beetje zeer. En dan ga ik ze nog even zetten met de Make Me Brow Eyebrow Gel Mascara. Deze heb ik in... Goh, staat hier een kleur op? 02 Brownie Brows. Dat is deze. Zo heb ik deze al wel vaker gebruikt. Maar het nadeel vind ik van transparant is dat het allemaal zo vies wordt. Deze geeft niet... Deze kleur die past echt perfect bij die poeder die ik net heb gebruikt. En het is gewoon meer dat die een beetje... Ja, in model komt. Ik hoef er niet nog weer super veel kleur aan te geven. Maar ik vind een meekleurende gel zeg maar net iets mooier dan transparant. Of je moet echt een hele lichte kleur gebruiken. Dan begrijp ik dat je misschien wat moeilijker daar een mascara bij kan vinden voor je wenkbrauwen. En dan ga ik ze weer even doorkammen met de spoelie. Dan ga ik oogschaduwbasis aanbrengen. Ik gebruik de I Love Stage Eyeshadow Base. Dat is deze. Nou, zoals je inmiddels van mij gewend bent, gaat dit ook lekker met een kwastje. Ik ga ook niet te veel aanbrengen, gewoon een klein beetje. Ik tip er meer een beetje aan, want dit is zulk heftig spul als je dat zo gaat uitblenden, vind ik zelf altijd. De meeste mensen doen dit ook met hun vingers. Nou ja, ik ben lekker eigenwijs. Ik trek hem nu ook even door tot een beetje naar het wenkbrauwbod. Dit doe ik ook bewust. Zodat je daar straks ook kleur zult zien. En dan is dat ook weer klaar. Ik hoop dat jullie trouwens net goed beeld hadden met het gedeelte van de wenkbrauwen. Want volgens mij ging die een beetje wazig filmen. Dat komt omdat ik nu heb ingezoomd. Omdat ik nu mijn ogen ga doen. En dat zie je gewoon niet zo goed als ik het echt... van ver af film. Maar hij heeft altijd een beetje moeite met scherpstellen als ik zo dichtbij kom. Ik ga een oogschaduwpaletje gebruiken. En dit is het To The Moon and Back oogschaduwpaletje. Dat is deze. Dit is een van de nieuwere oogschaduwpaletjes. Leuke paletjes. Super breekbaar. Dus hier moet je heel voorzichtig mee zijn. We gaan even op zoek naar een kwastje. En ik ga dit kleurtje gebruiken. Even heel goed laten zien aan jullie. Deze. En die ga ik nu als highlighter gebruiken. En dat doe ik in de binnenste ooghoeken. Ik doe ook altijd echt twee laagjes. En eventjes onder de wenkbrauw. Dus op het wenkbrauwbod. Dit hoeft niet superveel te zijn. Maar gewoon even een klein laagje, zodat je toch wat oplicht. Nou ja, klein laagje. Ik gebruik twee laagjes, maar het is een dun streepje. Laat ik het zo maar eventjes zeggen. Dan zit dat erop. Dan ga ik even kijken welke kleur ik dit keer in de... Ik ga deze kleur in de arcadeboog gebruiken. Deze grote.
vind dat je hem eigenlijk niet zo heel erg goed ziet. Dus omdat je hem niet zo goed ziet, ga ik hem blenden met de paarse kleur. Dus die deze. Maar hiervoor ga ik wel eerst eventjes deze verder ook op de andere kant aanbrengen. Want anders krijgen we kleurverschil en dat willen we niet. Het mag bij mij altijd best wel een beetje goed zichtbaar zijn, vind ik. Het hoeft niet zo heel netjes. Maar omdat dit een vrij smal paletje is, ga ik het even met een ander kwastje doen. Gewoon niet dat hij heel erg overheerst, maar gewoon net even wat meer kleur. Daar hou ik van. Kijk, dit vind ik al gelijk een stuk mooier. Zometeen uiteraard goed blenden, maar deze zie je toch beter als het kleurtje wat ik net had. Zo, dan ga ik een blendingskwastje pakken. Al mijn kwastjes zijn verstopt vandaag. Ik weet niet wat het is. Dan ga ik hem even heel goed inblenden. Ja. Ik ben heel tevreden over de kleur zo. Ik weet niet of het jullie heel goed zichtbaar is. Ik hoop het. Ik vrees als ik nog dit erbij ga inzoomen dat het helemaal wazig wordt. In de buitenste ooghoek ga ik dit rode kleurtje gebruiken. Dan denk je misschien, god, het wordt dat niet heel erg heftig. Maar ik vind het persoonlijk heel mooi. Het is een hele poederige oogschaduw. Dus je hebt echt heel snel kans dat hij ook uitloopt. Dat zie je bij mij ook al een beetje. Ik heb daar heel veel last van ook onder de ogen. Dus normaal zou het misschien ook handiger zijn om je gezicht als laatste zeg maar te doen met de poeders en zo. Alleen ja, bij mij zit deze routine er zo in dat ik het gewoon altijd op deze manier doe. Zo. Ook nog even een dubbel laagje. Ik vind het wel heel erg mooi staan. Uiteraard deze ook weer even blenden. Zodat hij net iets zachter wordt, maar de kleur nog wel zichtbaar is. Ik hou altijd wel van wat pittigere ooglooks, moet ik heel eerlijk zeggen. Als hij geblend is, ga ik dit gouden kleurtje, dus deze, ga ik aanbrengen op het bovenste gedeelte van mijn oog. Het kleine stukje waar dus nu nog niks zit. Twee laagjes. Mocht je nou vinden dat een palet er wat minder pigment op, zou je hem ook altijd even nat kunnen maken met een beetje fixing spray of zo. Dan kan een kleur soms nog net wat intenser worden. Zo, dan zit de oogschaduw er in ieder geval op. Dan gaan we door naar het oogpotlood. Dat ga ik eerst doen. En ik gebruik hiervoor Long Lasting Eye Pencil. Dit is in de kleur 01 Black Fever. Dat is dit potlood. Die heb je al vaker bij mij voorbij zien komen. Deze gebruik ik eigenlijk altijd. Het is ook echt een potloodje wat in mijn basic make-up stash zit. Ik timeline trouwens niet boven het randje erboven. Dat vind ik altijd wat enger. Daar hou ik niet zo van. Dus dat doe ik niet. Maar onder mijn ogen vind ik hem altijd heel erg mooi. Dan ga ik eyeliner gebruiken. Ik gebruik de Superlast eyeliner. Deep Black. Dat is deze. Fijne eyeliner. Ik vind het fijn. Hij heeft ook een gewoon, ja, redelijk normaal kwastje. Maar ook op zich niet heel breed of zo. Ik doe altijd een wat dunner laagje, want anders dan ja, wordt het zo'n dik geheel. Ik vind het dun eigenlijk prima. Dan ga ik mijn wimpers krullen. Ik gebruik wel een wimperkruller van Essence. Dat is deze, de mooie paarse. Ik krul altijd mijn wimpers voor de mascara, nooit erna. Dus, tijd voor mascara. Ik gebruik de Instant Volume Boost. Smudge Proof Upper Volume Mascara. Deze mooie paarse. Hele fijne mascara. Kijk, dat borsteltje is ook echt geweldig. Ik vind hem echt heel fijn.
En het ziet er altijd heel raar uit als je mascara aanbrengt. Want je trekt soms van die gekke gezichten. Zo. Altijd de onderste wimperrand, die pak ik ook altijd een beetje mee, moet ik heel eerlijk zeggen. En dan zijn mijn ogen ook weer klaar. Laatste stap is, de ene laatste stap zijn mijn lippen. En ik gebruik hiervoor de Metal Shock. En deze is de naam 03 Lily of the Valley. Dat is deze. Heel mooi roze kleurtje. Ik zit weer onder de eyeliner natuurlijk. Waar weer gebeurde. Zo lekker fel. Ik hou hiervan. Zo. Echt een heel mooi kleurtje vind ik dit. Dan ben ik bijna klaar, want ik ga ook nog eventjes een... Ja, mist opsprayen, setting spray, dat is de Instant Mat, zoals deze. Ik gebruik nooit heel veel, een klein beetje. Oh, moet ik wel op mijn eigen sprayen. Oeh! Dus die. En om het dan even helemaal compleet te maken, heb ik er ook een parfum van Essence bij gepakt. En dat is deze van Candy Shop. Omdat Essence natuurlijk ook geurtjes heeft. Deze ruikt super lekker. Dus deze ga ik opsprayen. Zo. Oh, heerlijk. Heel erg lekker geurtje ook. Dan was dit alweer de make-up look met producten van Essence. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik vind het zelf altijd best wel leuk om dit soort video's weer op te nemen. Dus leuk om dit weer een keertje gedaan te hebben. Nogmaals, ik weet niet wat van deze producten nog verkrijgbaar is of wat misschien uit assortiment gaat. Ben je daar benieuwd naar, kan je altijd even een kijkje nemen op de site van Essence. Want daar staat het allemaal beschreven wat er verwacht wordt dat uit het assortiment gaat. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken. Mocht je nieuw zijn op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Als je ook even op het belletje drukt, blijf je op de hoogte van mijn nieuwste video's, zodat je een melding krijgt. En dan hoop ik je bij de volgende video weer te zien. Doeg!